Timmermans is helemaal gek aan het worden. Timmermans heeft hele dwingende schriftelijke vragen gesteld aan Ronald Plasterk, maar Plasterk negeert hem min of meer. Timmermans loopt namelijk weer te zaniken over de zogenaamde afbraak van de democratie en opent daarbij de aanval op Wilders. Timmermans maakt zich namelijk weer heel veel zorgen over fundamentele grondrechten van mensen. Maar Timmermans, waar was je 2 jaar geleden toen onze grondrechten daadwerkelijk werden geschonden? En toen we klappen kregen van de politie en vervolgd werden als we opkwamen voor die fundamentele grondrechten? Timmermans maakt zich ook zorgen over de persvrijheid. Welke persvrijheid? Die van Ongehoord Nederland, de omroep die jullie wilden verbieden?